het kom van eigen het schouwen. Ja. Zo in de ja, je haakt even vrij, dan gaat hij in de boom klimmen, alles eraan bevestigen. Dan kan er gekapt worden en dan voordat hij omvalt, dan kunnen we zorgen dat hij op de goede kant opvalt. Maar natuurlijk ook ter ere van heilige Brigida. Op haar voorspraak vraag ik de zegen. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Ja, ja. Je houdt het hier nog een paar centimeter. Dat is gewoon. Want dit gaat eigenlijk als schavierpunt werken. Ja, ja. Ik denk dat dat ding van de pannen zit veer draaien. Dat gaat ook veer draaien, ja. Mom. Ja, kom op. Ja. De kampel, de kampel. Trekken. Af. Ja. Kijk eens hoe je dat doet, ziet. Ja. Dat is gewoon midden. Midden? Ja. Ja, nee. Dan is midden circus verhuizen naar een andere locatie. Het hele Den Halen beleef je natuurlijk als heel dorp. Hè. Het hele dorp is daar gewoon bij betrokken. Dus ja, daar leef je toch gewoon in mee. Eigenlijk blijft het precies hetzelfde, alleen de Den Halen, dat doe je dus niet meer. Nee. Ja, absoluut. Het heeft een enorme impact gehad. Ja, en daardoor heeft het ook veel media-aandacht gekregen. Doordat Staatsbosbeheer de bericht online had gegooid. Daar zijn reacties op gekomen. Reacties van ondernemingen zoals Stichting Limburgs Landschap, Icoonlandschap, UNESCO. Die daar mee willen gaan werken voor kijken naar een oplossing. Die oplossing hebben we nu. We hebben een particulier weten te vinden. Die heeft zichzelf eigenlijk aangegeven dat hij een den wil beschikbaar stellen. Het Heigend Hert in Veilen. In ieder geval voor dit jaar dat we daar de den kunnen gaan halen. Voor de langere termijn zijn er verschillende gesprekken nu aan de gang. Waaronder ook op Belgisch grondgebied. Ja, want dat lijkt me ook. Hè. Jullie wonen hier op een steenworp afstand van Voeren. Dus, Ja, dat klopt. Ja, we hebben inderdaad contact met de burgemeester van Voeren. Ja, 6 weken terug, dus 6 weken voor Den Halen kregen we eigenlijk dat concreet bericht van Staatsbosbeheer. Toen heeft de burgemeester van Voeren eigenlijk te kennen gegeven van ja, we gaan kijken voor een oplossing. Alleen voor dit jaar wordt het gewoon ja, te kort tijd. Wat is nou de achterliggende gedachte van Staatsbosbeheer? Kijk, ik zeg zoiets van, nou ja, wat maakt die ene den nou uit? Ja, goed. Natuurlijk zijn we niet de enige jonkheid die gaat halen. Wij weten niet hoe andere jonkheden in het bos omgaan met natuurlijk het omliggende gebied. Wij hebben een nauwe samenwerking met Meer en Banholt. En we weten van ons, ja, onder ons weten we gewoon goed wat we aan elkaar hebben. En dat we ons ook goed aan die afspraken houden. Alleen je weet niet wat voor de rest gebeurt. En aan de ene kant snap ik natuurlijk wel dat Staatsbosbeheer dat over één kam scheert. En dat je daar niet onderscheiding gaat maken van welk dorp wel en welk dorp niet. Deze traditie is natuurlijk al van 1634. Dat is een behoorlijke traditie. En bij eigenlijk altijd, als er ergens een misverstand is of er is een probleem, gaan we elkaar aan tafel kijken of je eruit kunt komen. Maar dat is niet aan mij, dat is aan de burgemeester en vooral aan de jonkheren zelf natuurlijk. Kijk, je kunt natuurlijk zoiets niet met een pennenstreek van tafel vegen. Ik helemaal niet. Die bevoegdheden heb ik niet. Als ik die allemaal had, dan was het leven misschien wel een heel stuk gemakkelijker geweest. Ach, wie zal het zeggen. Ik zou toch zeggen dat u die bevoegdheden wel had, hè? Nou, je kunt mensen wel eens aan tafel krijgen bij elkaar en goede adviezen geven. Maar eerst vandaag maar eens kijken wat deze prachtige traditie inhoudt. You have invited yourself to Noorbeek.
Why? I have indeed invited myself. I'm really delighted to be here because we're connecting two traditions. The tradition in Norbeck to celebrate St. Bridget and to place a tree in front of the church here. St. Bridget is actually the patron saint of my hometown, Dundalk. She was born near Dundalk and she's now one of the national patron saints of Ireland. And we're now going to have a national public holiday in Ireland celebrating her. So when I came here as ambassador, I was amazed to find that St. Bridget was celebrated here and St. Bridget was celebrated in Ireland. So what I'm doing, in a sense, is building a bridge now between Norbeck and my hometown and strengthening the relations between Ireland and the Netherlands. So it's really great to be here. I know from Ireland, St. Patrick. Yes, yeah, St. Patrick. St. Patrick is our national saint, and we celebrate him on the 17th of March. But on the 1st of February now, we're going to be celebrating St. Bridget, and we're going to be paying tribute to all of the female athletes and artists and politicians and media people. So we're celebrating the women of Ireland by celebrating St. Bridget. But then we're celebrating St. Bridget here in Norbeck. So it's just an amazing day. I'm really delighted to be here. What a wonderful village here. I'm just getting to know it this morning and really happy. So that's why I invited myself today, and I hope you'll be inviting yourself back over to Ireland to celebrate St. Bridget on the 1st of February too. Ik denk dat dit ook, plus het feit dat de kerk weer open is, 2 weken geleden is die weer geopend met Pasen. Vandaag het Den halen. We kunnen 2 jaar van de pandemie kunnen we achter ons laten. En dat zal vandaag uiterst gevierd gaan worden. Ja, ja, ja.